Something is happening in the south. Er gebeurt iets in het zuiden. Terwijl onze media er bijna geen aandacht aan schenken, kantelen de krachtsverhoudingen in de wereld. Het was een kwestie van tijd, maar in mei 2023 is het zover. Voor het eerst in eeuwen is het aandeel van het globale zuiden in de wereldeconomie groter dan dat van de landen in het noorden. Het tijdperk waarin Washington, Londen, Parijs en Berlijn beslissen en de rest van de wereld maar ja moet knikken, is voorbij. Landen van het zuiden richten hun rug en eisen hun plek op aan de wereldtafel. In Washington noemen ze dat muiterij. Muiterij, dat is dat de Verenigde Staten niet langer zomaar haar wil kan opleggen. In Johannesburg ben ik de gast op de conferentie van de International People's Assembly. Hier komen honderden bewegingen van over heel de wereld samen om te spreken over solidariteit, rechtvaardigheid, brood en vrede. Het is overweldigend. Ik hoor niet alleen de verhalen, de getuigenissen en analyses, maar ik voel ook de verbondenheid. Het is mind and soul. Poëzie, zang en dans zijn prominent aanwezig. Ik luister naar Azania. Passionele anti-apartheidslied dat de grote conferentie tent vult. Terwijl de klanken nog nazinderen, ontmoet ik Vijay Prashad, directeur van het Tricontinental Institute for Social Research. Vijay komt uit India, hij heeft mijn leeftijd en heeft als historicus tonnen ervaring over de beweging in het zuiden. Vijay heeft een analytische geest. Hij weet de dingen kraakhelder te formuleren. De verbinding tussen de beweging in het noorden en het zuiden. Daar gaat het over. Hij start zijn verhaal in Europa en met name met de oorlog in Oekraïne. The war in Ukraine has been an accelerated lesson for a lot of countries. Well, in fact, it wasn't the war in Ukraine itself that accelerated things. It's what the West was trying to do. That accelerated things. So, okay, there's a conflict going on in Ukraine. Now, Ukraine is a country in Europe. What does it have to do with South Africa? People can say a lot of grain comes from Ukraine, Russia, and so on, and it impacted world food markets. That's true, it's related, globalization and so on. But it's a European conflict. And yet, United States, the Germans, the British, the French, they started going around the world to countries like South Africa, India, Brazil, big countries, and telling them, you must adopt our view of what's happening in Ukraine. You know, why are you not condemning Russia? And so on. At which point these countries started to say, hey, listen, number one, it's not our conflict. It's your conflict. The Prime Minister of Namibia said, there are wars in Africa. You don't take a position on them. Why should we take a position on the war in Europe? Ook Sevim zei me dat al. Westerse landen meten met twee maten. Dat is vandaag pijnlijk actueel. Dat zie je in de reactie van een aantal Westerse landen ten aanzien van de vernietigingsoorlog van Israël tegen Palestina. Na de illegale inval van Rusland in Oekraïne werd er onmiddellijk een economisch en militair embargo afgekondigd en lag er dadelijk een internationaal aanhoudingsbevel voor Poetin klaar. Maar nu blijft het stil. Het is niet het Westen, maar Zuid-Afrika dat opstaat tegen de genocide die Israël uitvoert op Palestina. Zuid-Afrika daagt als Zuidersland Israël voor het internationaal gerechtshof in Den Haag met een klacht tegen de genocideact. Het is een indrukwekkende en sterke reactie die ook nodig is op de gruwelijke misdaden van Israël en premier Netanyahu. Ik ben erbij op het moment dat de Zuid-Afrikaanse leiders geschiedenis schrijven. Waarom steunt het Westen die aanklacht niet? Waarom komt er geen economisch en militair embargo tegen de koloniserende staat Israël? In het zuiden worden die dubbele standaarden al lang doorzien. Daar zijn ze die hypocrisie meer dan beu. So it's not exactly the war, but it was the West's attempt to push
its view of the war on these countries that made them all say we're not interested. And fascinatingly, I think the West miscalculated on this. United States tried at the G20, the group of 20 meetings, but the United States tried to use the G20 to push a resolution on Russia. And initially there was hesitation. Then at the G20 meeting in Indonesia, and this is key, G20 meeting in Indonesia, not in the Western countries, the Indonesians fought to say, and Indonesia is not a left-wing government, okay, it's quite a right-wing government. They fought to say, look, the question of the war in Ukraine, it's not for us. We want to discuss development. And they made the West back off a little bit. Then the next meeting was in Delhi. That was this year. In Delhi, again, there was a real push that the question of Ukraine be taken up. United States pushed this hard. Then the Indians said, it's not on the agenda. We are a development meeting. The G20, of the Group of 20, dat is de verzameling van 20 grote economieën in de wereld. Daar zitten de grote, rijke westerse landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië bij. Maar in de G20 zitten ook de opkomende economieën uit het zuiden, zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika. Binnen de G20 is er dus strijd. De Verenigde Staten proberen hun wet te dicteren, maar sinds kort stoten ze daar op een muur. Voor het eerst sinds heel lang hebben de zuidelijke landen nee gezegd. Ze hebben geen zin om leidend voorwerp te zijn, om nog langer te ondergaan. Ze willen ook dat er gesproken wordt over wat voor hen belangrijk is. En geef ze maar eens ongelijk. It's a really good illustration of how the South is saying we have our own agenda. And my gosh, Peter, for the first time in years, the South is saying our agenda should define the world's agenda. Die strijd van het zuiden om een eigen koers te varen is niet nieuw. Het is niet zo lang geleden dat diezelfde landen strijd moesten voeren tegen de kolonisatie. Groot-Brittannië controleerde India en Egypte, de Fransen bezaten West-Afrika en Vietnam, Nederland zwaaide de plak in Indonesië, de Portugezen controleerden Brazilië en de Belgen brutaliseerden Congo. En overal deden de westerse landen hetzelfde, rijkdommen en grondstoffen uit het land zuigen. Fiji herinnert ons eraan wat kolonisatie betekende voor de bevolking in het zuiden. Well, there's a couple of things that are really important. One is that, you know, there's an amnesia in many parts of the West in particular about colonialism. You know, people don't really know what colonialism was. Children aren't taught in schools the actual facts of colonialism. Let me just give you one fact. Britain ruled over India. You know, Britain is a tiny little island. How it could rule such a huge part of the world, some say a quarter of the world, is unbelievable. But they ruled all of India. 300 years they were in India. When the British were kicked out of India, the literacy rate in India was 12%. 12%. And yet the language was, we came to civilize the barbarian. You know, the French talk of mission civilization. Really, what did you civilize? Literacy rates were really low. So point one, right after these countries became independent, was we need to develop. That was point one. They met, many of them met in Bandung, Indonesia, 1955. They created the African-Asian Conference. They met to discuss the development agenda. De kolonies eisten hun onafhankelijkheid op. En ondanks wrede repressie door koloniale troepen werden in de jaren 1950 en 1960 tientallen landen onafhankelijk. Toen de landen eindelijk vrij waren van kolonisatie, wachtte een nieuwe uitdaging. Ze waren dan wel politiek onafhankelijk geworden, maar economisch niet. Economisch waren ze nog steeds afhankelijk van scheve wereldverhoudingen. En om daar iets aan te doen, besloten die landen de koppen samen te steken en kwamen ze samen. Ze kwamen samen op het Indonesische eiland Java in de stad Bandung. En dat werd een historische bijeenkomst. In Bandung werden de stenen gelegd voor het Derde Wereldproject. Het Derde Wereldproject, dat is een platform van ongebonden landen die op zoek waren naar een alternatief op de tweepolige wereld. Aan de ene kant stond dan de Eerste Wereld, het kapitalisme, en aan de andere kant stond de Tweede Wereld, het socialisme. De Derde Wereld was geen plaats, maar een boodschap.
Wij willen ons niet langer vastbinden aan één partner. Wij willen geen kant kiezen in de wapenwedloop tussen supermachten. Wij willen zelf een alternatief uitbouwen en wij willen vrede. They said, look, we don't want to waste our precious, precious wealth. Whatever little wealth we have, extremely poor countries, we don't want to waste our precious wealth on the arms race. We don't want to get involved in the war between the United States and the Western countries, NATO, the North Atlantic Treaty Organization, and the USSR. We don't want that because that's a waste. We don't want to get caught up with military bases of the US or whatever. So we want development and we don't want your war. These were the two points. In 1961, most of the countries that were freed from colonialism, including Yugoslavia, came to Belgrade in Yugoslavia and they launched the non-aligned movement, which meant that we don't want to be involved, peace is our agenda, in the war between the West and the East. We don't want this war. And development is our agenda. Die vrijheidsdrang die je vandaag in het zuiden voelt, heeft haar roots in het derde wereldproject van toen. Dat project was één grote roep naar sociale rechtvaardigheid, brood en vrede. Niet iedereen was daar toen blij mee, want grote westerse machten, verzameld in de G7, trachten stokken in de wielen te steken. En ze gebruikten schuld als wapen. Dat ging zo. Toen die kolonies hun onafhankelijkheid hadden afgedwongen, erfden die landen een land zonder staatsstructuren of zonder echte sociale voorzieningen. En dus hadden die landen geld nodig, veel geld om te investeren en gingen ze aankloppen bij internationale kredietverstrekkers zoals het Internationaal Muntfonds. En dat muntfonds, dat IMF, leende wel geld uit, maar met die leningen kwamen ook verschrikkelijke voorwaarden. Bijvoorbeeld moesten de publieke rijkdommen geprivatiseerd worden. Bijvoorbeeld moesten de markten worden opengesteld en de schuld moest in dollar worden terugbetaald. Maar ja, hoe kom je aan dollars? Door export. De landen werden dus verplicht om exportgewassen te telen, want dat was de enige manier om harde dollars binnen te krijgen en de schulden af te betalen. De schuldenlast van Zuid-Amerikaanse, Caraïbische en Afrikaanse landen liep heel snel op. En dan worden in 1979 de rentevoeten drastisch verhoogd. Catastrophe. The United States government lifted the interest rates in 1979. It's called the Volcker shock. When they lifted the interest rates, suddenly countries which had borrowed money in dollars found the dollars much more expensive and they had to pay more to service their debt. So they went into a debt crisis. The moment you begin to be beholden to creditors, to wealthy bondholders overseas, your space of maneuver decreases because now, you know, if you try to do something radical, the bondholders will squeeze you. Dat de grondstofprijzen in de jaren 1980 ook nog eens kelderden, was voor veel landen de klap te veel. Mexico was toen het eerste land dat zijn schulden niet meer kon betalen, maar vele andere landen zouden volgen. En die schuldencrisis maakte dat het Internationaal Muntfonds zich steeds agressiever ging opstellen. Want het was de enige instelling die nog kredieten verstrekte aan landen met achterstallige betalingen. En dat IMF kon dus gelijk welke voorwaarden opleggen voor nieuwe leningen. En dat deed ze ook. En dat hebben veel landen duur betaald. Om aan krediet te geraken werden tientallen landen verplicht hun volksgezondheid, onderwijs, publieke rijkdom op het spel te zetten en hun lokale economie open te gooien voor multinationals uit het noorden. Het zet de landen van het zuiden een hele lange tijd voor blok. The coup in Chile, the Soviets couldn't protect the government of Salvador Allende, but they did protect other governments, you know, around the world. And also, of course, they provided a shield for Cuba, at the time essential. So the decline of the Soviet Union and then its collapse, and then the debt crisis really constrained the political options for the newly independent countries that weakened the NAM. And from a weak NAM in the 90s till now, maybe a year or so ago, the South has really been in a position of desperation. Maar terwijl de wereld verandert, blijft het denken van een aantal mensen stilstaan.
Je moet maar eens naar iemand zoals Josep Borrell luisteren, de chef buitenland van de Europese Unie. Zijn taalgebruik stamt regelrecht uit het Britse koloniale rijk. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. Met die woorden wil hij een nieuwe lichting diplomaten aansporen om hun diplomatieke werk in het zuiden te gaan verrichten. Maar volgens meneer Borrell is dat zuiden een wildernis, een jungle, en is het noorden een keurige tuin. Logisch dus dat tientallen landen ontzet reageren. En in het Europees Parlement vraagt Mark Botenga om die uitspraak op de agenda te zetten. What's the difference between a garden and a jungle? A garden is a nice place where civilized human beings walk around. A jungle is the heart of darkness, where wild animals live. Now, many people in Africa, Asia, Latin America remember very well how in the name of civilization, European colonialism treated them like wild animals, enslaving them, torturing them, and even exhibiting them in human zoos. Therefore, when the highest diplomat of the European Union compares Europe to a garden, but especially the rest of the world to a jungle, the message these people hear is that Europe is still driven by neocolonialism. We cannot let that message pass. Voor een aantal leiders van de oude wereld is het moeilijk te vatten dat er nieuwe wereldverhoudingen aankomen. Er zit een neocoloniale muis in hun hoofd en die wil er maar niet uit. De landen in het zuiden weten dat ze de ideeën voor hun eigen ontwikkeling zelf moeten bedenken. Look, we've run out of ideas. All the old development plans not working. You know, the International Monetary Fund, World Bank, none of them are working. We need new ideas. Mijn sympathieke gids Noël voert mij mee door Johannesburg. Noël werkt voor de Zuid-Afrikaanse metaalvakbond NUMSA. En terwijl hij over rugby spreekt, passioneel, spreek ik over voetbal. We rijden door de stad en hij brengt mij naar het gebouw waar de BRICS samenkwamen in augustus 2023. De BRICS, dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, de vijf grote opkomende landen uit het zuiden, die zich na de bankencrisis in 2008 hebben samengezet om een alternatief te zoeken op het internationaal financiële systeem. Everything changed with the financial crisis of 2007. You have this crisis in 2007, banking crisis around the world. And then the countries of the South say, hey, wait a minute. We are relying too much on markets in the North. The United States is no longer going to be the market of last resort. They're not going to buy all our goods and services. We need to start selling to each other. The idea starts South-South cooperation, South-South markets and so on. So what you're saying is that also the BRICS and the South-South cooperation is also a reaction on the banking crisis of 2008. De financiële crisis van 2008 was een schok voor grote groeilanden zoals India en China, want zij waren ook afhankelijk van die westerse groei. En wanneer het financiële systeem van Wall Street dan plots in elkaar stort, wordt duidelijk dat de economie van de Verenigde Staten niet altijd het laatste redmiddel zal blijven. De crisis heeft de geloofwaardigheid van de westerse financiële instellingen onderuit gehaald. En als reactie daarop zetten landen van het zuiden zich samen om alternatieven op Wall Street te zoeken, om de Zuid-Zuidhandel te ontwikkelen en om meer onderlinge relaties aan te knopen. In this period, when we think about the BRICS countries, these countries can trade with each other. You know, they don't really need the Western markets. So, for instance, you know, the Chinese developed the Belt and Road Initiative. One reason they developed that in 2013, first called One Belt, One Road, was to break away from the US market, to find new markets. You know, the Chinese also have practical things that they require. And so they created new market opportunities in Central Asia, in Africa, in Latin America, and then in Europe. I mean, 17 countries joined the Belt and Road Initiative because they saw that there were benefits for everybody. And so now things are different. Look, if you're a country anywhere in the world, if you're any country in the world, and you're put a choice, two ambassadors come before you, US ambassador and Chinese ambassador. Chinese ambassador says, look, you know, we have these private companies, they want to invest. People's Bank of China can give you a currency swap.
We can build you a road. We'll also build you a hospital and so on. And the US government comes and says, look, we want the right to land our bombers in your country. We want you to take a loan from the IMF and go deeper into debt. And we want you to make sure that our multinational companies are the only ones to exploit your mines. If you're given a choice like that, what are you going to pick? You'd have to be an idiot to pick the US choice. You'd pick the Chinese choice. And I think this is what the West is not able to grapple with. They're not understanding that people aren't selecting to trade with the Chinese because the Chinese have some plot. The Chinese are putting a better deal on the table. Het is gewoon een betere deal. Dat krijgen de Westerse leiders niet verstopt, hoe hard ze ook proberen. I would like to say to Biden, I would like to say to Sunak and others, you keep talking about free markets, but you don't allow countries to make their own deals. You want to impose this thing on them, saying that no, the Chinese are spying on you. Chinese are spying on you. Look at Germany. So ridiculous. Germany had a debate about we should ban Huawei because they might spy on us. Meanwhile, you already have evidence from Edward Snowden that the US was not only spying on Germany, they were spying on Angela Merkel's cell phone, the Chancellor's cell phone. And yet you don't have any fear of the US. I mean, this is how ideology works. In Washington hanteert men vandaag een steeds meer vijandige retoriek tegen de groeilanden uit het zuiden. In de jaren 60, 1960, zijn de Verenigde Staten erin geslaagd om de beweging van ongebonden landen in de kiem te smoren via de schuldenlast. Maar vandaag ziet de situatie er helemaal anders uit. Omdat de groeilanden van de BRICS veel sterker staan, economisch sterker, dan de derde wereldlanden van toen. China is vandaag een volwaardige wereldspeler geworden en dat baart Washington zorgen. Washington heeft een economische oorlog verklaard aan China en eist dat de rest van de wereld daarin kant kiest. The West can't understand that countries in the South are not being duped by the Chinese or they've not misunderstood the West. They very well understand what are the two choices before them. Now the tragedy is, why should countries choose? Why can't they trade with everybody? And so the new mood in the South isn't again to line up with the Chinese or the Russians against the West. The new mood in the South is we want development and we want to stay out of these conflicts. We want to trade with everybody. And so it's actually a mirror ideologically of the non-aligned movement, even though the context is different. It's a mirror, but it's a mirror that cannot be read in New York or in London or, dare I say, in Brussels. People don't grasp this. It's the intelligence of the people of Africa. The intelligence of the Asians, intelligence of Latin America. For God's sake, it's the intelligence of the Europeans who would like these deals, you know, instead of austerity, instead of having to monitor how much heat they have in their house. I mean, how ridiculous it is that now Europeans, you know, Europe, one looked up to Europe's basic middle-class civilization. Europeans now have to watch, I'm going to put my heat off because I can't pay the bills. It's a scandal. What has Europe done to its own civilization? Die BRICS-landen zijn politiek heel erg verschillend van elkaar. Maar voor hun handel kunnen ze wel door dezelfde deur. Ze zijn, met andere woorden, heel erg pragmatisch. Wat die BRICS-landen in al hun verscheidenheid bindt, is hun wil om zelf een beleid te kunnen uitstippelen dat vertrekt van de eigen nationale belangen. So, the BRICS is the symptom of a new opening in the world, a new mood. And of course, these countries have such different political orientations. The BRICS itself is not a socialist development, but it might be useful for socialism. It itself isn't opening the door to a left project. It's not opening the door to greater democracy or anything, but it might help us fight on the ground to build space. In 1768 streken de zeelui in Sunderland de zeilen. Het was muiterij. In het globale zuiden heeft de huidige muiterij een dubbel karakter. Bovendeks en benedendeks. Wat bedoel ik daarmee? Veel regeringen willen voortaan zelf beslissen over hun grondstoffen, hun rijkdom en hun ontwikkeling. En dat is de muiterij bovendeks. Waarmee de regeringen dus botsen op de heersende wereldverhoudingen. Maar in die landen zelf is er ook veel protest. En terecht. Er zijn volksbewegingen die proberen om hun eigen agenda op te leggen, een progressieve agenda. Of dat dan nu gaat over landhervorming, goede lonen, sterke openbare diensten, democratische rechten.
Dat is de buiterij benedendeks, van onderuit zeg maar. In India bijvoorbeeld wilde de rechtse president Modi de hele landbouw liberaliseren. Maar dat was zonder de boeren geregend. Want die verenigden zich over heel India, enorm groot, en ze voerden 388 dagen strijd. Dat is dus meer dan een jaar lang. In november 2020 waren er stakingen met 250 miljoen deelnemers. Het is de helft van de werkende klasse in India. Enorm, nooit gezien. En uiteindelijk moest de rechtse Indische regering toegeven en haar beslissing terugtrekken. Die vrijheidsdrang, die zie je overal. Er is de strijd van de metaalarbeidersbond NUMSA in Zuid-Afrika. Er is de strijd van de beweging van landloze boeren in Brazilië. Er is de strijd van de vrouwenbeweging, een enorme vrouwenbeweging in India en noem maar op. Al die strijdbewegingen die verdienen onze steun. Want uiteindelijk voeren de sociale bewegingen in het zuiden en die in het noorden dezelfde strijd tegen dezelfde mondiale orde, dezelfde monopolies en hetzelfde systeem van uitbuiting. En die strijd gaat op en neer. History doesn't move in a straight line. History moves in zigs and zags. There are advances, there are retreats. There are advances, there are retreats. Why this is important, especially for young people, that young people must learn the actual path of history. Because if you believe that everything improves and you have a setback, then it's catastrophic. You know, you feel, my God, why did I build this big struggle? We had a defeat. But every defeat is the start of a new victory. As we advance, we will get hit because we know that we are challenging power frontally. We are challenging imperialism frontally. But you know, many years ago, I read a great line which said that if you are afraid to fail, you won't do anything. If you are on the left, we have to be willing to experiment, to do things, to make mistakes, you know, to fail. And then we stand up and we run again. So the attitude is, yes, this is a turning point. Een kantelpunt, zegt Vijay. En terwijl ik in Zuid-Afrika verblijf, kantelt de wereld nog verder. De oorlog tegen Palestina gaat een nieuwe fase in van niets ontziend geweld. En die eerste beelden van bombardementen op ziekenhuizen bereiken de conferentie in Johannesburg. Veel mensen lopen weg en ik ook, want ik kan het niet aanzien. Ik heb geen woorden voor deze gruwel. Gelukkig volgt er onmiddellijk een reactie. Ook hier in Johannesburg komen de mensen op straat en laten ze zich horen. Ceasefire now! Ceasefire now! En daar blijft het niet bij. Want een paar maanden later volgt ook de rechtszaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Qua symboliek kan dat wel tellen, want niet zo lang geleden was Zuid-Afrika een apartheidstaat, een onrechtsstaat. En nu vecht datzelfde Zuid-Afrika tegen het onrecht en tegen de apartheid van Israël. Van kantelpunten gesproken. In heel de wereld groeit ondertussen het protest. Een heel nieuwe generatie staat op in solidariteit met Palestina, maar het gevoel zit veel dieper. Van Jakarta tot Brussel, van Londen tot Johannesburg, van Istanbul tot Washington komen miljoenen mensen de straat op voor vrede, voor brood, voor rechtvaardigheid. Ik keer terug naar huis met hoop en met perspectief en ik besef hoeveel kilometer zee en land er ook tussen ons ligt. We zijn zo ontzettend met elkaar verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de dingen kunnen doen kantelen, ook al botst dat op tegenwind. Ze noemen het muiterij wanneer arbeidsters en arbeiders zich verenigen om op te komen voor waardige lonen en arbeidsomstandigheden. Of wanneer de sociale actie zich roert voor democratische rechten of voor ons klimaat. Ze noemen het muiterij dat landen en volkeren zelf willen beslissen over hun grondstoffen en zich het recht toe-eigenen hun grondstoffen zelf te verwerken. Ze noemen het muiterij dat landen en volkeren weigeren om kamp te kiezen in een handelsoorlog en een nieuwe koude oorlog die hen vanuit Washington wordt opgedwongen. Ze noemen het muiterij dat er stilaan een einde komt aan het unipolaire tijdperk van de Verenigde Staten. Wel, als dat allemaal muiterij is, laten we die muiterij dan maar omhelzen, want ze zit op de juiste golf van de geschiedenis.